Ik heropen de vergadering van de tijdelijke commissie, parlementaire onderzoekscommissie ICT. We gaan door met onze hoorzitting openbare gesprekken. Ik heet zeer van harte welkom de heer Gerard Meijer. U heeft een jaartje of 25 ervaring in het opzetten en organiseren van complexe projecten en programma's. Wij gaan u over een aantal dingen bevragen. Ik wou maar even meteen in het openbaar zeggen, we hebben een soort deal met u gemaakt. En die is dat wij over concrete projecten waar u bij betrokken bent bij de overheid niet zullen spreken door ze bij naam en toenaam te noemen. Maar dat u in ruil daarvoor wel zeer openhartig en helder kan spreken over die gevallen in geanonimiseerde vorm. En zeker daar waar we de patronen in kunnen ontdekken, waar we iets aan hebben om voor de toekomst het mislopen van ICT-projecten bij de overheid wellicht te kunnen voorkomen. Want dat is uiteindelijk waarvoor we bij elkaar zitten. Het gesprek zal voornamelijk geleid worden door de heer Ulenbelt en mevrouw Fokke. De rest van de commissie, de heer Van Menen, mevrouw Bruinslot, doen ook mee. Kijken mensen thuis mee, dus we gaan proberen om de raarste Engelse termen te vermijden of als u ze gebruikt in ieder geval even toe te lichten. Maar ik wou eerst even twee vraagjes aan u stellen om eens even te kijken wat voor vlees we in de kuip hebben. Ik begreep, u geeft ook les aan de Erasmus Universiteit, Open Universiteit, bent veel betrokken, ook bij overheidsprojecten, daar gaan we straks over praten. Maar spreekt er bij u nou ook, speelt er bij u nou ook een fixe factor professionele ergernis over wat er vaak fout gaat in die projecten bij de overheid? Is dat een van de redenen waarom u hier zit en waarom u ook vaak publiceert? Ja, dat is correct. Er zit inderdaad een behoorlijke professionele ergernis. Als ik terugkijk naar mijn carrière, ik loop vanaf 1983 loop ik mee in projecten. Dan zie ik eigenlijk dat in al die tijd er nog steeds dezelfde fouten worden gemaakt. En als je dan zo eens de hele periode door de oogharen bekijkt, dan zie je dat er verschillende periodes zijn waar weer andere aanpakken zijn gekomen. De laatste tijd gaat het over certificeren. De opdrachtgever komt wel meer in op het netvlies te staan. Maar grosso modo, als wij jarenlang terugkijken, dan zien wij gewoon dat er heel veel dingen gewoon in de basics van projectmanagement nog steeds fout lopen. En daar zit inderdaad een behoorlijk professionele ergernis, want eigenlijk is alles al opgeschreven wat er fout gaat. We kunnen het allemaal lezen, maar toch gaat het nog steeds fout. Hoe komt dat volgens u? Hoe komt dat? Waarom leren we niet? Ik denk dat als het gaat over leren, dan zie ik in de ICT daar in algemene zin zie ik een punt van houding en gedrag. Ik bedoel, in welk vakgebied je ook zit, zit iedereen altijd te leren. Of we volgen gewoon de procedures, hè? Met name bij de overheid is dat wel een punt, daar kan ik straks nog even op terugkomen. Als het dan gaat over leren en kwaliteit, dan zou je eens moeten kijken hoeveel mensen die in projecten zitten werkelijk in zichzelf investeren, dan lopend aan het leren zijn. En ik denk dat het heel beperkt is. En als ik dan nog naar de ICT kijk, dan zie ik ook dat als het gaat over de kwaliteit van de medewerkers, dat wij dat over het algemeen vrij laag vinden. En als je dan een zeer groot project wil draaien, dan heb je daar gewoon topspelers voor nodig. En die toppers ontbreken. En wat wij zien in, laten we zeggen, het gemiddelde projectmedewerkersniveau, is dat er heel veel mensen zijn die allerlei exotische opleidingen hebben gehad en omgeschoold zijn naar de ICT. Dus programmeren is een kunstje, een systeem bouwen is een vak, zeg ik altijd. Om er vast nog verder over te spreken. Ja. U heeft het bedrijf KWD opgericht. Nee. Waarom en waar staan die letters voor? Ja. ik heb zelf jarenlang bij dienstverleners gelopen, ook bij een hardwareleverancier. En vanaf eind jaren 80 in projectmanagementrollen. En ik kom altijd in projecten terecht die al een verleden hadden, om het netjes te formuleren. En toen dacht ik. En doen ze wat minder netjes? Die hadden een historie van, laten we zeggen, ontsporing. Liepen uit geld, uit budget, zaten vast. Ik heb dus veel van dat soort projecten gedaan. En ik dacht in 97, nou ja, ik kan hiermee doorgaan, maar laat ik nou eens iets oprichten waar ik gewoon trots op kan zijn. We gaan het vak projectmanagement gewoon op de kaart zetten. En ik heb dus in 98 KWD opgericht samen met iemand anders, mijn partner Arjan Jonker. En vanaf dat moment zijn wij gewoon ons volle 100% vanuit het stuk passie gaan richten op projectmanagement. En dan met name die projecten waar er een stevig ICT-component in zit.
En op dit moment zijn we een pak een beetje 40 man groot. En wat is dat, KWD? KWD, ja. We hebben natuurlijk lang nagedacht over de naam. En eigenlijk is hij heel eenvoudig. Dat staat voor kunnen, willen en durven. En daarmee proberen we ook de mentaliteit die wij verwachten van projectmanagers kenbaar te maken. En met name de W van willen, een behoorlijke drive hebben. En de D van durven, datgene aan de dag leggen wat nodig is in bepaalde situaties. En die K, dat lukt nog wel bij de overheid, maar die W en die D wat minder, begrijp ik? Van de mensen die in huis zitten en die de overheid zelf aan de ICT-projecten zetten. De overheid is natuurlijk een heel groot begrip en de mensen ook een groot begrip. Maar wat wij wel merken is dat met name in de overheid, waarbij projecten een behoorlijke uitstraling hebben in de maatschappij, er toch heel veel mensen rondlopen die bepaalde mate van voorzichtigheid in zich hebben. En met name aan de bestuurlijke kant. Worden weer partijen ingehuurd die dan hun adviseren, allerlei goeroes en consultants. En om maar de zekerheid te hebben dat we inderdaad de goede dingen doen. Dus die voorzichtigheid die zien wij heel vaak, ja, klopt. Nou, ook daar gaan we het vast nog even over hebben. Meneer Ulebelt begint. Ja, wij willen graag inzicht krijgen in de onderdelen, de organisatie en de verantwoordelijkheden binnen projecten die de overheid met heel veel ICT uitvoeren. En laat ik beginnen met een open vraag. Welke ondoelmatigheden treft u in programma's en projecten zoal aan? Als het gaat over ondoelmatigheden, nou, dat zijn er nogal wat. Om maar eens te beginnen, als we het traject van, laten we zeggen, vanaf wetgeving tot met werkende processen, systemen en oplossingen beschouwen, dan zie ik er altijd een tweedeling in. Dat is het eerste stuk van de hele wetgeving, politiek, tot het besluit dat er iets gerealiseerd gaat worden. Dat is een apart traject. Wat ik daarin zie is dat we nogal eens te maken hebben met toch een bepaald scoringsdrift vanuit de politiek. Soms compromissen die leiden tot complexe oplossingen. Soms zijn de besluiten ook moeilijk te volgen als we eenmaal in projecten zitten, want dat eerste stuk dat gaat nog wel eens door. Dat stopt niet gelijk als we inderdaad de project doen. Dan vinden er nog steeds wijzigingen plaats in de aansturing rondom scope en dergelijke. Als ik kijk naar het tweede stuk, ja, dan zie je dat er heel veel tijd wordt besteed aan een stuk voorbereiding. De aanbestedingsprocedure is er ook niet makkelijker op geworden. Er wordt heel veel formeel afgekaart, want anders krijgen we weer procedures. Dus dat betekent een zeer lange voorbereidingstijd. Als de voorbereiding lang duurt en er is toch ergens een vastgestelde einddatum, dat betekent dat voor het realisatiestuk er niet zoveel tijd meer over is. En er zijn partijen die hebben daar ook een onderzoek naar gedaan. Ik kan een simpel voorbeeld geven uit mijn eigen praktijk. We hebben een keer iets moeten bouwen, een kern van een heel groot systeem. Dat kostte ongeveer 50 FTE in 5,5 maand. Zou je zo'nzelfde hoeveelheid functionaliteit bouwen in ruim 8 maanden, dan heb je ongeveer 10 man nodig. Dus als aan de voorkant heel veel tijd wordt verspild en aan de achterkant staat er die eindstreep, dan gaan de kosten exponentieel stijgen. Dat is ook een ondoelmatigheid die we daar heel erg sterk zien. Maar om te beginnen bij de eerste ondoelmatigheid die u noemt, dat is het hele wetgevingsverhaal. Nu worden bij allerlei wetten worden uitvoeringstoetsen gedaan. Zou, als we een ICT-toets zouden uitvoeren, zou dat helpen? Ik denk dat het zeker helpt als aan de voorkant vanuit verschillende disciplines wordt gekeken of iets haalbaar is. En dan, disciplines, dan bedoel ik niet alleen de voorkant van een uitvoeringsorganisatie, maar partijen die in het hele project betrokken zijn. Om een voorbeeld te geven, wat wij vaak aantreffen bij Rijksoverheid, ziet het ook bij het bedrijfsleven trouwens ook, is dat zodra het in een grote omgeving zit, dan noemen wij iets een project. Dat is trouwens ook een interessante vraag voor de commissie. Wat verstaan we hier eigenlijk onder een project? Maar wat wij vaak zien is dat er een soort estafettemodel, ze noemen dat altijd, ontstaat vanaf de voorkant tot de achterkant. Dus we hebben aan de voorkant de wetgever, die geeft iets door een uitvoeringsorganisatie. Daar zit zo'n voorportaal en dat voorportaal dat stemt dan mee in of niet. En vervolgens gaat dat door naar een information management afdeling die dat weer doorgeeft naar het voorportaal van de IT-club of naar een leverancier. En zo gaat het naar de achterkant. En in dat estafettemodel is geen nee een ja, dus als het dan doorgaat naar de achterkant is de eerste er vanaf.
En dat betekent heel vaak dat de problemen zich pas openbaren aan de achterkant tijdens de realisatie, terwijl de oorzaak van de problematiek heel sterk aan de voorkant zit. Maar dan zijn er wat minder mogelijkheden om daar nog in te manoeuvreren. Maar bij een estafettewedstrijd en als je het stokje laat vallen, dan ben je uitgeschakeld. Moeten we dat dan invoeren? De vraag is wie verantwoordelijk is voor een estafette. Ja, dat lijkt me de mensen die hem lopen. Ik denk dat iedereen prima verantwoordelijk is voor zijn eigen stuk. De vraag is of de optelsom van de delen wel leidt tot een geheel. Wij zien heel vaak dat als het gaat over een estafette, dat zodra wij inderdaad in een realisatietraject zitten, dat het dan inderdaad meer als een project bestuurd wordt. Maar daarvoor zit een bepaalde vaagheid in rollen. Op papier kan het allemaal helder zijn, maar als we kijken naar de werkelijkheid, dan zien wij heel vaak dat niet helder is wie precies waarvan is. Het is ook wel zo, dan lichten we projecten door en dan vraag wie is hier de opdrachtgever. U wilt niet weten wat voor verschillende antwoorden we krijgen. Dat wil ik nou juist wel weten. Nou, heel veel verschillende antwoorden. En heel vaak merken wij ook, en daar is de overheid niet anders in, dat zien we ook bij grote bedrijven, dan wordt er verwezen naar afdelingen. Dan is dat een afdeling IM Huppeldepup. En als een vraag is, maar wie is nou degene die hier operationeel stuurt van af de voorkant tot de achterkant en aan de achterkant het besluit neemt dat we iets minder ICT en minder kilo software maken ten koste van misschien een paar handmatige handelingen of wat minder uitzonderingen, dan zie je dat dat soort besluitvorming eigenlijk zeer zelden genomen wordt. Wij kennen daar eigenlijk, ik zie daar eigenlijk twee soorten modus operandi. Dat is zo'n geheel functioneert de lange tijd. Als we met z'n allen gewoon vanaf een startmoment zijn begonnen en iedereen nog in harmonie met elkaar bezig is. Procedure is dan ook vaak leidend. Zodra de brand uitbreekt en we zeg maar heel kort naar een muur gaan, dan is de besluitvorming ineens wel heel slagvaardig. En dan hebben we dan wel ineens risico's en uitstraling naar de burger en dat soort dingen. En dan blijkt het ineens wel te kunnen. En met name in die brandsituaties, daar is mijn ervaring. Dat kan er ineens wel heel veel bij de overheid. Maar begrijp ik nu goed, want ik hoorde u ook al aan het begin zeggen, hè, dat de politiek ook een rol speelt. Stel nou ook een Tweede Kamer. Hè. Zou u vinden dat bijvoorbeeld een minister eerder, hè, er wordt een motie ingediend en een minister denkt het is geen haalbare kaart. Vindt u in die zin dat eerder in het traject gewoon men eerlijk moet zijn tegen elkaar en gewoon moet zeggen dit is niet haalbaar? Tuurlijk is buiten kijf, als iets niet haalbaar is, dan moet je elkaar ook niet voor de gek houden, toch? En wij houden, mag ik dan de conclusie trekken, dat hè, er zijn verschillende actoren, we komen ook inderdaad nog terug hoe dat op het ministerie werkt, maar wij houden elkaar af en toe gewoon voor de gek. Dat denk ik wel, ja. U hebt van mij hier natuurlijk ontheffing als het gaat over wat er in de Tweede Kamer verkeerd gaat. Mag u wat mij betreft wel man en paard noemen? Nou, ik heb die man en paard niet bij de hand, maar ik kan u wel vertellen dat ik kan een simpel voorbeeld geven. Ik heb een keer in de auto gezeten en toen ging het over de probleem bij een of ander ministerie. En vervolgens werd in hetzelfde gesprek een soort compensatie afgekondigd dat er een of andere maatregel werd genomen. En dat zou dan 1 januari 2008 geïmplementeerd worden. Degene die verantwoordelijk was voor het hele realisatieteam was ik. Ik kan je vertellen, ik was niet geraadpleegd. Waar het aan fout gaat, weet ik niet, maar ik was niet geraadpleegd. Maar nu lopen die projecten, die lopen dan eenmaal mis. Dan hebben ze een puinruimer nodig of een brandweerman en dat bent u. Nou, waarom lukt het u dan vervolgens wel weer om het op de rails te krijgen of lukt dat dan ook eigenlijk niet? En had dat dan niet eerder bedacht kunnen worden? Natuurlijk kan het eerder bedacht worden. Ik denk dat het belangrijk is juist om bij aanvang van een project goed na te denken over hoe tuig ik een project op. Een project van miljoenen euro's vergt gewoon topspelers. En niet inzetten van beschikbare mensen. Ik heb voorbeelden die ik niet zal geven. Maar ik heb gezien in de praktijk dat er projectmanagers zijn die een project laten mislukken. En vervolgens gaan ze door naar het volgende, laten nog één mislukken. En vervolgens naar de derde. En dat gebeurt bij de overheid. Dat heb ik één keer gezien. En dan gaat het niet over een paar miljoen euro. Maar hebben wij dan geen topspelers? Hebben wij alleen maar beschikbare mensen en is dat dan in uw optiek het begin van het probleem? Als het gaat over het starten van een project, dan gaat het over topspelers. Dan heb ik het zowel over opdrachtgever, architecten, maar ook projectmanagers. Bij de overheid zit er een aantal topspelers, zeker. Het vervelende is dat die ook heel vaak als brandjesblussen worden ingezet.
en vaak niet aan de voorkant betrokken worden. Dus daar zitten zeker wel goede spelers bij de overheid. Ze zijn mager in aantal en worden vaak juist ingezet als de problemen er al zijn. Maar nu haalt de overheid daar dan ook vervolgens vaak mensen van extern bij. Hoe is volgens u de relatie tussen de overheid als opdrachtgever en de leveranciers? Hoe is de relatie opdrachtgever, overheid, leveranciers? Ik denk dat als het gaat over wie heeft de zeggenschap op basis van de euro's opdrachtgeverschap, is dat de overheid. Als het gaat wie heeft daar de meeste kennis en weet hoe hij moet dealen met probleemsituaties als het ontspoort, dan zijn dat de leveranciers. Als het gaat over is de overheid dan goed in staat om die leveranciers aan te sturen, nee, daar hebben ze gewoon absoluut een probleem. En hoe zou dat probleem moeten worden opgelost? Ja, ik denk dat de overheid moet investeren in kwaliteit mensen. Dat betekent dus dat als het gaat over het aansturen van leveranciers. Kijk, software is niet iets wat je kunt vastpakken, wat je heel duidelijk kunt zien. Dat betekent dus dat, en zeker in de snelwisselende wereld waarin we zitten, dat elk mooie oplossing lijkt weer maakt het beter dan het vorige. Dus tegenwoordig hebben we scrummen. Dat is een Engelse term voor een bepaalde manier van systeemontwikkeling. Wat dan ineens weer de silver bullet is om projecten weer goed te doen. Dat is niet zo. En als het gaat over allerlei technische tools van leveranciers, dan is het ook moeilijk vatbaar wat dat dan precies brengt. En dat is heel moeilijk te beoordelen, tenzij de overheid echt topspelers in huis heeft. En daar moet men gewoon investeren. Kun je ook niet uitbesteden door daar weer een andere leverancier in te huren. Maar is het nou in uw waarneming ook zo dat het kennistekort wat u zegt, wat bestaat bij de overheid, de kennis zit bij de leveranciers? Maken leveranciers dan misbruik van het ontbreken van die kennis? Gebeurt dat? Ja en nee. Ik vind dat ook voor de leveranciers geldt dat het gemiddelde wat over het algemeen wordt ingezet te laag is. Ook daarvoor geldt het kwaliteitsniveau van de mensen. Het zijn vaak mensen met een ander soort opleiding. Alleen als daar een leverancier zit met heel veel mensen, dan zitten er ook al bij die topspelers zijn om dit soort trajecten te doen. Als we het hebben over projecten van, laten we zeggen, meer dan 100 miljoen euro, dan durf ik te stellen dat die leveranciers zeer veel moeite hebben om dit soort projecten goed te realiseren. Ook met de kwaliteit mensen die zij hebben. Maar de overheid zou toch eisen kunnen stellen aan welke kwaliteit aan mensen zij nodig hebben om een project uit te voeren? Doen ze dat? Nou, als ik simpelweg kijk naar de aanbestedingen die u vanuit de overheid in de markt zet, dan vraagt men dikwijls naar papiertjes, maar niet naar realisatiekracht. Dus ik weet ook niet of de overheid goed in staat is om mensen te selecteren. Uw vraag die straks aan mij was, wat doet u dan als u op zo'n traject komt? Nou, het eerste wat ik altijd doe is geen meer mensen erbij, juist mensen eraf. Zeggen dat er een plafond zit dat de besluitvorming op gang komt. Hè? Want als we inderdaad zeggen we kunnen niet alles, maar er moet iets af, dan blijkt ineens dat we wel besluit kunnen nemen dat er dingen af kunnen. En vooral zorgen, dat is een van de eerste stappen, dat er op de goede plekken echt topspelers komen. Dat is een van de eerste dingen die ik altijd doe. Even tussendoor van Menen. Ja, even over die topspelers. Hè. U zegt bij de overheid zijn er niet veel, maar ze zijn er wel. Kunt u een typering geven van wat zijn dat voor mensen? Wat maakt hen tot een topspeler? Als ik kijk naar bijvoorbeeld het toeslagensysteem, dan is het knap als iemand in zo'n beginfase zowel een stuk snapt van de politiek en de doelstelling, snapt hoe dat zich snel vertaalt in processen, ook snapt drie niveaus diep hoe dat gaat in techniek en dat allemaal aan de voorkant heel snel bij elkaar kan brengen. Zo iemand die dat overzicht heeft en niet alleen maar denkt in plaatjes waar het naartoe moet, maar dat ook kan vertalen hoe dat met elkaar gerealiseerd moet worden, dat is mijn topspeler. Ja, dat begrijp ik. Maar voldoen die mensen aan een bepaalde hoeveelheid ervaring, opleiding? Absoluut. Ja, kunt u daar iets verder op ingaan? Want wij moeten misschien wel namens de overheid op zoek naar dat soort topspelers. Misschien is dat wel een advies. Dan moet je wel weten waar je ze moet zoeken. Het is niet zo dat er een opleiding is op een aantal terreinen waarbij zegt, we pakken dit soort mensen een certificaatje erbij en dan is het geregeld. Dat is niet zo. Dat zijn mensen die heel veel ervaring hebben in dit soort trajecten. Hoe kun je die bij de overheid krijgen? Want daar zitten ze dan meestal niet, denk ik. Op dit moment is het een kwestie van inhuren. En als je geen last hebt van de terreur van inkoop, dan kun je ze soms binnenhalen.
Terreur van inkoop noem ik ook even, want daar, ook daar zit vaak een prijselement in. Dus wij zien heel vaak dat als je goede mensen binnen wil halen en ze kosten dan ook in een uurtarief nog wat meer, dan is dat lastig. Als je echt een vaste dienst wil hebben, dan moet je iets gaan doen aan het functiegebouw. Dat hebben we vandaag al eerder gehoord. Kunt u daar nog iets concreter over zijn? Wat is een echte topspecialist en wat zou je die moeten betalen? En... Als ik kijk naar projecten, stel ik heb een project met 100 man, dan zitten er over het algemeen 10% aan topspelers om de rest in mee te trekken. Nou, daar zitten dus van die 10 man, dat zijn redelijk zware lui, technisch architecten, projectmanagers. Wat is zwaar? Ik weet niet, u ik kan het in kilo's uitdrukken, maar ik weet ook niet wat ze op de weegschaal doen. Ik kan wel zeggen dat als het gaat over het inkomen bij de overheid en de salarissen die ervoor betaald worden bij banken, verzekeringen en dat soort bedrijven, nou, dan dat scheelt dat een behoorlijke hap. En wat zou de overheid iemand moeten betalen van topniveau, als u het voor het zeggen had, om te zorgen dat er elders minder geld over de balk wordt gegooid? Er is niet een iemand als topniveau, er zijn verschillende, maar stel zo'n architect zoals ik net schetste. Zo iemand die zal zeker bij een werkgever waar hij nu zit, ver boven de ton zitten. U wel. Behalve dat hoge salarissen natuurlijk ook nog geen garantie zijn op kwaliteit. U noemt nu banken, maar daar wordt in Nederland nogal verschillend over gedacht. Maar dat terzijde. Nu zijn er de afgelopen jaren zijn er allerlei evaluatieinstrumenten ontwikkeld om ICT-projecten in de hand te houden. Allerlei audits, gateway reviews. U kent ze waarschijnlijk nog veel meer dan wij weten. Hoe beoordeelt u de inzet van die middelen en help ons dat vooruit? Audits en dat soort instrumenten die zijn op zich niet verkeerd. Het is altijd goed om een extern oog te hebben op hetgeen wat binnen een project gebeurt. Daarbij twee dingen. Wat ik mezelf afvraag altijd is als ik een project heb en dat is een machine die niet goed functioneert, dan kan ik daar meer meters op zetten, maar de machine functioneert niet beter. Dus meer rapportages, meer audits verandert de werkelijkheid niet. Want het is namelijk binnen een bepaalde constellatie ontstaan en ik zie dat heel vaak de opvolging van dat soort rapporten ook niet datgene met zich meebrengt wat je zou willen. Ik vind aan de andere kant ook dat de vragen die we vaak pas afkrijgen van dat soort partijen, ook van de diepgang zijn, nou, daar kun je gewoon antwoord op geven. Factfinding is vaak wel prima, maar er is een vrij eenvoudig antwoord op te geven. De vraag is of dat het ook werkelijk de essentie van de problematiek raakt. Het heeft iets weg als, ik ben automonteur, ik zit met mijn handen in de smeren met de gereedschap en iemand die nooit heeft gesleuteld gaat mij vertellen hoe ik aan die auto moet sleutelen. Dus veel auditors hebben ook vaak een heel andere achtergrond. Dus wij maken heel vaak mee dat als we die worden bevraagd, dan kun je daar tot een bepaalde diepgang gaan. En als je antwoord geeft op de vraag, is de vraag of je de kern hebt geraakt. Maar nu heeft de overheid daar zelfs stichtingen en bedrijven en instellingen, particulieren hebben dat ook opgericht. Daar zit hem dus niet de oplossing? U bent nogal nee, daar zit scherp wat mij betreft in uw kritiek op al die mensen die bij de automonteur komen kijken. Nou, ik vind zelf dat als het gaat over fact-finding, dan zie ik bij dat soort partijen dat ze vaak hele mooie en goede dingen tevoorschijn halen, omdat ze heel erg bezig zijn met fact-finding, ook in de documenten en dergelijke. Als het dan gaat over helpt mij dat als projectmanager een stap verder, dan ben ik daar wat minder positief over. En wat wordt dan de conclusie over dat soort diensten? Wat moeten we daar dan mee? Ik denk dat als het gaat over wil ik een project werkelijk goed naar de eindstreep brengen, dat ik eerder zou gaan kijken naar hoe krijg ik hem goed bemand. En hoe zorg ik ook spelers van topniveau, ook aan de auditkant, als ik daar een keer een thermometer in wil steken. Want het is natuurlijk wel goed om niet een project helemaal vrij te laten gaan, maar aan de andere kant ook gewoon regelmatig te controleren. We hebben het nu net al even gehad over allerlei zaken die bij de overheid niet goed gaan. Ik zou eigenlijk ook even over willen naar een ander hoofdstukje. Namelijk, wanneer is een ICT-overheidsproject succesvol volgens u? Dus dat is eigenlijk misschien wel de andere kant van de medaille dan waar we het net even al over hebben gehad.
Maar misschien is het goed dat u dan definieert wat u precies onder een project verstaat bij de overheid. Nou, wat verstaat u daar onder? Ik bedoel, ja, we kunnen inderdaad heen en weer blijven pingpongen, maar als u nou eens aan ons kunt aangeven, hè, u heeft ook verschillende stukken geschreven over hè, wat er allemaal wel en niet goed is. Dus stel nou eens, als ik aan u zou vragen van ja, hoe ziet nou een ideaal goed overheidsproject wat u betreft eruit? En dan beginnen we inderdaad gewoon bij de basis, hè, waar u misschien net ook begon, dat dan Kamerleden wellicht geen onmogelijke opdrachten geven. Hoe ziet het ministerie eruit? Hoe zit dat hele proces van dat projectmanagement in elkaar? Ja, dan vraagt u mij bijna om een boekje voor te lezen over het gebied van projectmanagement. Het mag vooral vandaag erg kort. En ik ben er vast van overtuigd dat u wel een paar kernwoorden kunt aangeven. Okay. Van, nou, op die manier zouden het stukken beter lopen en hebben we toch te maken met goede overheidsprojecten. Als ik inderdaad dan zou mogen definiëren wat meer een ideaal situatie is voor zo'n soort project, dan zou het heel erg goed zijn als de wetgever heel goed weet wat hij zou willen. Daar ook enige ruimte in geeft in hoe gaan we het dan uitvoeren. Vervolgens aan de voorkant mensen hebben, dus ook aan de opdrachtgevende kant, die echt kennis van zaken hebben en die invulling kunnen geven aan een bepaalde wet die is goedgekeurd. Wat we nu in de praktijk vaak zien is dat dat toch soms een zoektocht is en soms tot laat in de traject moeten we nog dingen aanpassen. Die voorbereiding moet niet te lang duren. Want als die voorbereiding te lang duurt, dan blijft er vaak weer te weinig tijd over aan de achterkant om te realiseren. En ik zou dat hele stuk vanaf de voorkant, vanaf die eerste specificatie requirements tot en met realisatie project noemen. En niet alleen maar het bouwen van de software of iets dergelijks. Maar het totaal heet dan een project. Nou, kenmerkend van een project is dat dat een separate organisatie is, staat los van de lijn. Wij doen dus ook geen projecten in de lijn. Dat is net zoiets als een rond vierkantje. Die organisatie komt dus naast de lijnorganisatie te staan. In zo'n lijnorganisatie is het dan belangrijk dat die goed is opgehangen. Dus als er inderdaad een project ontstaat wat van substantieel belang is, strategisch belang, ik noem bijvoorbeeld toeslagen bij de overheid, dan is het wel handig als het ook hoog in de boom is opgehangen. En niet ergens drie niveaus diep in de organisatie zit, want het helpt om bij grote belangen snel besluiten te hebben. Dus besluitvorming moet ook snel. Ja, verder schelden er dan de normale projectmanagement basics wat mij betreft, die je zeker zou moeten hanteren. Met name het risicomanagement gedeelte. Maar het is dus ook vooral heel erg belangrijk dat iets gewoon niet al te laag in de organisatie wordt weggezet. En is dat eigenlijk echt van fundamenteel belang om te zorgen dat het project. Kun je stellen dat als je dat bij een project niet doet, dat een project misschien al wel bij voorbaat ten dode is opgeschreven? Of zou ik zover niet mogen gaan? Nou, dan is het wat meer afhankelijk van de spelers die erin worden gezet. Kijk, ik ken projecten die met zware bemanning best in staat waren op een gegeven moment de rest van de organisatie mee te krijgen, omdat ze gewoon de goede dingen deden. En een soort aanbodgedreven strategie hanteerden. Dat kan. Maar het helpt wel als projecten die zeker van een bepaalde zwaarte zijn, hoger in de organisatie worden opgehangen en hoger vanuit de organisatie worden bestuurd over het geheel. Maar waarom kunnen mensen hoger in de organisatie een probleem dat door wetgeving is veroorzaakt, hè, dat is uw stelling, wel oplossen daar waar anderen het niet kunnen? Dat is een goede vraag. Waarom kunnen ze dat wel? Kijk, wat wij merken in de projecten die we doen bij Rijksoverheid is dat er vaak in dat estafette-model en dan zeker wat lager in de organisatie een bepaalde vorm van gelijkwaardigheid zit. En een consensus. Dus als de een wat doet en hij geeft het door aan de ander, ja, dan ontstaat er zeker aan de voorkant niet gelijk het probleem. Dat probleem ontstaat vaak aan de achterkant, want geen nee is een ja. En dat betekent dus dat het eerste stukje ontwerp plaatsvindt en dan gaan we naar de achterkant en dan aan de achterkant krijgen we ineens een probleem. Maar ja, dan wordt het heel lastig om daar nog keuzes in te maken. En op het niveau waar het dan zit, waarbij de een misschien ontwerpfout heeft gemaakt, de ander de software wil bouwen, ja, dan wordt het lastig met elkaar te discussiëren. Maar u gaf net zelf het voorbeeld dat u in de auto zat en hoorde dat de minister of staatssecretaris, ik denk dat de staatssecretaris was, een bepaalde toezegging deed, die voor 1 januari in dat jaar of nog, dan schrikt u zich dood, neem ik aan. Maar is het nou goed gekomen of niet goed gekomen? Die 1 januari 2018 is gehaald. Maar waarom schrok je dan toen
de staatssecretaris dat zei? Omdat er op een bepaald moment een hoeveelheid resources zitten die iets in de lucht houden en iets in stand moeten houden, dan is de vraag als er zoiets bij komt of het wel haalbaar is. Het is niet zo dat als er vraag bij komt, stoppen wat geld bij, nog wat mensen erbij. Nee, vaak meer mensen erbij helpt juist niet. Dus er horen realistische tijdspaden bij om dit soort dingen te realiseren. En het is niet zo van, nou, 1 januari 2008, dat doen we even. Maar u was verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Wat zou ik gedaan hebben? Ik zou de auto aan de kant hebben gezet en meteen boos gebeld van, dit kan niet. Heeft u dat gedaan of waarom nee, niet? Want in die tijd zat ik op het traject en had ik gewoon een goede opdrachtgever die dan die hoog genoeg in de boom zat, die dat kon afwikkelen. En dat is gewoon gebeurd. Maar wat is dan afwikkelen? Want u schrok, dat kan niet en het is wel gelukt. Ja, ik zit te zoeken naar, was dat dan een onverantwoordelijke toezegging van de staatssecretaris, de politiek? Als het maakte gaat, u zich als het... overmatig... Ik heb het voorbeeld gegeven om aan te geven dat er soms in de politiek ineens dingen worden beloofd of toegezegd, gewoon in de openbaarheid, zonder dat de haalbaarheid daarbij is getoetst. Dat is mijn punt. Ik heb ook andere voorbeelden waarbij er soms wetgeving is, en ik kan er eentje voorlezen, ik heb toevallig eentje meegenomen, dat, waarbij gewoon wetgeving wordt gemaakt wat erg complex is, waarbij in de uitvoering, in de realisatie van het softwaresysteem, er een enorme hoeveelheid werk wordt verzet, waarbij de vraag is, zou dat niet eenvoudig kunnen? En dan zijn er mensen die zeggen, dit zou eenvoudig kunnen, alleen het moment waarop het dan ter sprake komt is te laat. Dan zijn er onwrikbare standpunten ingenomen en dat is lastig. Ben ik wel benieuwd naar het voorbeeld. Ja, welke dat wet snap dat ik, dan is. Maar ik heb daar een afspraak over. Nee. Maar u had hem bij, u kunt bij u hem geanonimiseerd vertellen of werkt dat niet? Dat weet ik niet. Dat werkt niet. Oké, dan doen we het niet. Mevrouw Baarsels. Dat was mijn vraag. Oké, dat was jouw vraag. Ja. Dan gaan we naar... Mevrouw Fokker of meneer Ulebelt? Ja, we moeten toch naar, die, naar de kennis bij, bij de overheid. U zei, er wordt niet geleerd, te weinig geleerd. We hebben topspelers nodig die het al wel geleerd hebben. Hoe krijgen we dat nou bij de overheid aan de gang als dat de oplossing voor het probleem zou zijn? Dat begint dan met een heel sterke wil om dat te willen hebben. Als ik op papier kijk, dan ken ik verschillende rijksoverheden en overal is wel wat. Dus als we kijken naar, is er iets rondom projectmanagement en kunnen we dat vak verbeteren, dan is dat vaak op papier best wel iets, is er iets bedacht. De vraag is wat er in de werkelijkheid gebeurt. Dus hoeveel van dit soort ervaringen van projecten wordt met elkaar gedeeld? En zodanig gedeeld dat de volgende er ook iets mee kan. Wij zien dat het heel beperkt is. Om daar... zelf nog van te leren, het kweken van dit soort mensen is op zich niet zo makkelijk, maar aan de andere kant niet onmogelijk. Dat betekent dat je dit soort mensen gewoon inderdaad op dit soort projecten moet zetten als een soort meestergezelconstructie of zo. Er zijn voldoende mogelijkheden om dat voor elkaar te krijgen. Kan ik dan de conclusie trekken dat de overheid inderdaad eigenlijk te weinig van elkaar wil leren? Er komt een project en we leren er eigenlijk niks van en we gaan het volgende project in en we maken wellicht dezelfde fout. Nou, ik denk dat de overheid op zich best wil leren, maar de overheid is weer zo'n ruim begrip. Hè. We hebben al rekenkamerrapporten 2007, 2008, hè. Nou zijn we in 2012. De vraag is, hè, wat is daarvan terechtgekomen en adresseert dan ook de werkelijke problematiek? Heel simpel, als ik nu kijk naar projecten die we vaak doorlichten en in het bedrijfsleven komt het ook voor. En we zien dat gewoon echt basics gewoon niet op orde zijn. Als ik zie dat er lieden zijn die praten over planning en één verstaat er een A4'tje onder met stroken als een soort optelsom van beloftes van onderdelen van de estafette. En de ander heeft het over een planning als een datum en de ander heeft het over iets wat echt degelijk is met de resource planning. Dan praat het allemaal met elkaar en geen van allen weet wat nou werkelijk het totale stuk is. Dan zeg ik, dat zijn gewoon basics. Risicomanagement. Wij zien dat vaak, zeker als de branden er zijn, de risico's enorm zijn opgelopen. We hebben met z'n allen zorgen. Waarom sturen we er dan gewoon niet op? Dat zijn dingen die begrijp ik dan gewoon niet. Te gaan pas sturen als het eigenlijk al te laat is. Terwijl bij risicovolle projecten het juist heel erg goed is om op de risico's te sturen. Nou, dan is de volgende vraag, hoe krijgen we risico's boven water? Nou, er zijn ook voldoende boeken over geschreven. Vaak zien we dat het eenmalige adrenaline stoten zijn van projectrapportages van de projectmanager. Nou, dat geeft een vertekend beeld. We hebben daar ook onderzoek naar gedaan in het verleden samen met Fred Heemstra. Die heeft als prof onderzoek gedaan naar risicomanagement. En wat blijkt, de boekhouder ziet altijd de risico's in de boekhouding. De techneut ziet de risico's in de techniek.
de controleurs zien de risico's in de mate dat er gecontroleerd moet worden. Dus de kunst is om de risico's uit een groot project te krijgen. De signaal van dat werkvloer, want op de werkvloer weet men vaak al lang dat een project niet goed zit. En die risico's moeten boven water komen en daar moet je als projectmanager iets mee. Dus een van de eerste dingen die ik altijd doe is ook zorgen dat risicomanagement gewoon echt op orde is. Dat signalen van de werkvloer worden afgewikkeld. En sommige dingen die ik als risico zie, zien zij niet als risico. Ik ben een manager, dus ik zie risico's op andere punten dan zij. In heel veel projecten worden dit soort dingen gewoon met voeten getreden. Maar nu heeft onder andere heeft de overheid in antwoord op onder andere kritiek van de Algemene Rekenkamer, zijn ze begonnen met de CIO's, de bazen van de computers. Dat was toch bedoeld om het allemaal beter te maken? Wat vindt u van dat stelsel? Functioneert dat? Pikt dat de signalen op om het beter te maken? Wordt daardoor geleerd? Ik ken niet het stelsel, zeg maar. Ik ken wel de functie van CIO en ik zie hem hier en daar ook. Dat staat zeg maar wat verder af van de concrete projectuitvoering. Dus de CIO als functie is niet verkeerd. Kaderstellend is je ook niet verkeerd. Maar de vraag is, wat gebeurt er nou werkelijk in projectuitvoering? Daar zie ik van de CIO wat minder. Maar houdt deze man of vrouw zich daar dan helemaal niet mee bezig? Zou die dat wel moeten doen? Ik weet niet hoe dat afgesproken is. Er zijn verschillende soorten CIO's in Nederland, ook in het bedrijfsleven. Sommige zijn gewoon kaderstellend. En er is een baas van de IT-club. En de CIO is overal van information management en IT als kaderstellend. Dat wisselt. Ik weet niet precies wat er is afgesproken in dit geval. Als u bij overheidsorganisaties komt en u moet puin ruimen of branden blussen, komt u dan die CIO nooit tegen? Jawel, soms. Komen soms tegen. Soms vervult hij ook een goede rol. Maar wanneer wel en wanneer niet een goede rol? Varieert soms per persoon. Sommige personen zijn heel daadkrachtig en soms zitten ze ook niet in die lijn. Hangt het ook af van hun opleidingsniveau? Ik heb hun cv's nooit bekeken, dus dat zou ik niet zo kunnen zeggen. Zou het in zijn algemeenheid goed zijn als er een verbinding was tussen dat project wat u dan moet redden en zo'n CIO, hoe die verbindingslijn dan ook zou lopen, rechtstreeks of via, maar dat die in ieder geval weet waar zijn ze mee bezig, wat gebeurt hier eigenlijk bij mij? Dat is net wat u verwacht van die CIO. Ik denk dat het belangrijk is dat op het moment dat het project ergens in zwaar weer zit, dat er iemand is die daar besluit kan nemen om iets van de kar af te gooien of iets te doen met mensen of prioriteit te stellen in de organisatie. Om ervoor te zorgen dat het echt als een project wordt benaderd, dat helpt veel meer. En als dat de CIO is, is dat prima, heb ik ook een keer meegemaakt. Als het niet de CIO is, maar dat is iemand anders voldoende hoog in de organisatie, is dat ook goed. Als er maar iemand is, absoluut, voor u vanuit zo'n project, redenerend, ja, die beslissingen neemt. Absoluut. Dat is waar het om gaat. Klopt. Mevrouw Wessel? Ik wil, de heer Meijer, ik wil nog even terugkomen op het risicomanagement. U gaf in het verhaal zo net aan dat het risicomanagement onvoldoende aandacht krijgt in de overheidsorganisatie. U bent veel bij de overheid binnen geweest op het moment dat het niet goed is gegaan. Heeft u ook wel eens aangetroffen dat er wel sprake was van goed risicomanagement, maar dat men niks met die risico's deed, dus er niet op handelde? Als het echt gaat over risicomanagement goed opgezet, heb ik nog niet vaak gezien, zeg ik hierbij. Het andere is, wat wordt vaak met rapportages gedaan? Dat is een heel andere vraagstelling. Ik heb wel eens een keer in een traject gezeten waarbij ik mijn rapportage steeds magerder heb gemaakt tot ik lig op planning en vervolgens kreeg ik nog geen vraag. Dat gebeurt. Dus de vraag is, wie doet er hier nou altijd wat met planningen? Ik kan ook een ander voorbeeld geven. Wel eens een begroting afgegeven voor een behoorlijk bedrag. En dan praat ik niet over een paar miljoen. Als dat binnen de verwachting ligt, is men tevreden. Is het eroverheen, dan wordt het ineens onrust en gaan we in details. Maar wie zegt dat als ik te laag had gezeten, dat het wel degelijk opgebouwd was geweest? U geeft aan dat u soms bij wijze van proef een rapportage steeds magerder maakt om te kijken of er daadwerkelijk sprake was van sturing. Ja. Nou, dat weet ik niet. Ik heb er gewoon in gezet. Ik lig op planning en ik lag ook op planning. De vraag is, word ik een keer gechallenged daarop? Of gelooft men alles één op één wat ik erop schrijf? De ervaring leert dat projectmanagers die wat jonger zijn, de stoplichten niet snel op rood zetten.
dat gebeurt pas op het moment dat men al bijna tegen de muren is geknald. Dus ja, als je alleen op stoplichtjes vertrouwt, dan ben je ook niet goed bezig. Wat is de achterliggende oorzaak? Van? Van het feit dat er weinig daarop gestuurd wordt. Deels houding en gedrag, denk ik. Het echt willen dat iets goed naar de eindstream komt, kost heel veel energie. En die energie moet toch gewoon aan de dag gelegd worden. Ziet u daarin verschillen tussen het bedrijfsleven en de overheid? Het bedrijfsleven is ook een heel algemeen begrip, hè. Als ik kijk naar de projecten die wij doen, ik heb even ook voor mezelf op een rijtje gezet de projecten die wij als KWD doen. 45% van de projecten die wij doen, die hebben een historie als het zat in de problemen. Daar zit ook een behoorlijk aantal bij van het bedrijfsleven. Ook daar zien wij gewoon dingen die ook niet helemaal goed lopen. Wat ik zie als verschil bij de overheid is dat, ik sprak er ook een tijdje geleden met iemand over hoe lang is het geleden dat je een audit hebt gehad. De audits, de goeroes en zeg maar partijen met een grote naam bij de overheid, die worden vaker ingezet dan bij het bedrijfsleven. Dus als er een keer een vraag is, dan zie je dat het bedrijfsleven zelf sterk zich gaat verdiepen in de materie. En bij de overheid zien we zekerstelling door grote namen. En ik kan u vertellen dat die er ook vaak naast zitten. Daarmee zijn we bij mevrouw Fokker gekomen. Ja, maar dat is toch wel een ernstige conclusie. Als dan wordt ingehuurd, zijn grote namen. Klopt. En die zitten er dan gewoon naast. Ja, dat is ook ernstig. Ja, en hoe gaan we dat nou, hè? Want wij willen vooral lessen trekken voor de toekomst. Dan kom ik toch terug weer op mijn eerste punt, hè, of een punt van een tijdje terug, hè. Als de overheid, of het nou een bedrijf is of de overheid, goed wil beoordelen wat er precies gebeurt, moet je het beoordelingsvermogen zelf aan boord hebben. En als je het niet aan boord hebt, ja, dan moet je ook niet klagen, zeg. Dan heb je ze namelijk ingehuurd en dan krijg je een rapport. Zo simpel is het. Ik heb meegemaakt ook dat door een van die grote namen er ook een project was bekeken. En die hebben als een bureau-exercitie aangegeven wat het zou mogen kosten, dat project. En vervolgens hebben wij de ICT-realisatie overgenomen, gekeken wat er werkelijk nodig is. Nou, een project wat in de problemen zit, daarmee heb je niet gelijk de planning op orde, dat kost een tijdje. Maar op het moment dat je dan werkelijk kijkt van wat moet ik nu precies maken en wat heb ik daarvoor nodig en ik smeer het uit in de tijd, dan is dat een helft job om voor teams van 50, 100 man een goede planning te maken. En vaak zien we in de praktijk trouwens dat naarmate het project groter wordt, er een soort rechtvaardiging is om wat meer op high level te plannen, terwijl het juist meer in detail moet. Nou, als ik vergelijk wat wij toen gecalculeerd hebben en wat er was afgegeven, dan zat daar een verschil in. En dan wordt het interessant, hè, van waar zitten die verschillen nou in? We hebben gezien dat in het rapport bepaalde stukken gewoon op 0 uren stonden, want dat was gereed. Nou, dan is mijn stelling, als het gereed is, dan is het dus in productie. Nee, het was niet in productie, maar wel gereed. Ja, dan ben ik de weg kwijt, want ik moet het nog testen, ik moet het nog deployen. Als het niet verbindt met andere stukken software, zit er een fout in. Dus dit soort banale fouten, die zijn er redelijk snel uit te halen. En dat maken we heel vaak mee. Van grote, gerenommeerde, door de overheid ingehuurde derde partij. Ja, klopt. Nu krijgen wij als Kamerleden, als er ergens een probleem is bij de overheid, dan krijgen wij vaak van dat soort rapporten. Ik weet het. Hoe moeten wij daar dan voortaan tegenaan kijken, tegen deze rapporten? Als u ook zegt, ze zitten er ook vaak naast. Ik zou daar met een gezonde dosis wantrouwen naar kijken en zorgen dat er wat kennis wordt gemobiliseerd om dat soort dingen te kunnen beoordelen. Of misschien beter nog, zelf die projecten te beoordelen. Maar u zegt dus dat wij als Kamerleden niet op voorhand moeten vertrouwen van de rapporten van de grote namen. En dat we zelf dan alsnog in het geweer moeten komen om het te controleren. Ik weet niet of u als Kamerleden moet doen. Het enige wat ik zeg is dat de rapporten die ik heb gezien in projecten, daar zaten gewoon echt, daar zat men er flink naast. En was ook vrij makkelijk aantoonbaar dat men ernaast zat. Zaten daar ook projecten bij? Zijn dat ook rapporten die aan de Tweede Kamer zijn gestuurd, voor zover u weet? In het ene geval waar ik net over had, is letterlijk de naam van het bureau gebruikt in de stukken naar de Tweede Kamer.
En u zei, geloof ik, in een bijzin, dat bevatte banale fouten. Ja. Dat is toch goed om nog eventjes terug te halen. Van mijne? Jammer dat u geen voorbeeld wilt benoemen, want ik denk dat ik het weet, maar goed. Ja, maar daar hebben we een afspraak over gemaakt en die is niet zomaar gemaakt. Ja. Die is gemaakt op grond van zogeheten, met excuus voor het woord, disclosure overeenkomsten. Non-disclosure. Non-disclosure overeenkomsten, zie je wel. Dat is ook waarom ik het nooit wil doen in het Engels. De geheimhoudingsverklaringen. Ja, klopt. En zolang we die hebben, moeten we ons daaraan houden. Ja. Maar voor. Maar wat mij dan wel interesseert, stel dat inderdaad zo'n rapport wordt gemaakt en er staan gewoon fouten in. Waarom wordt dat dan uiteindelijk gemaakt? Komt dat toch dan de overheid goed uit? Nou, dat denk ik niet, want in dit geval was ook extra budget nodig. Maar ik denk dat het heeft te maken met vertrouwen op leveranciers of een soort. Als dat bureau het zegt, dan ja, als zij het niet weten, dan weet ik het ook niet meer. Dus een soort miskend vertrouwen in de leveranciers. Ik heb het zelf ook meegemaakt, een heel groot project waar toen ik erop startte meer dan, ik denk ongeveer 150 man op zaten. En dat zat voor een groot deel bij een leverancier. En ook die leverancier die had gewoon echt basics van projectmanagement niet op orde. Er was geen projectadministratie, er was geen deugdelijke planning. Er was alleen een bedrijfsadministratie waar de uren maal een uurtarief in werden gevoerd. En er kwamen facturen uit. Dat was ongeveer de administratie van 150 man. Ja, en als ik dan in gesprek ga met de mensen die daar eigenlijk voor verantwoordelijk zijn, dan komen er opmerkingen als, ja, maar ik mag toch van mijn leverancier vertrouwen dat. Nou, in dat traject zat ook niet eens een technisch ontwerp, om maar eens wat te noemen. Voor mijn goed begrip, ik ga het toch even proberen. Nogmaals, we houden het anoniem. U zit er. U heeft een bepaald gezag. U spreekt daar ook met enig gezag over. U neemt ook geen blad voor de mond. Het is allemaal niet in ingewikkeld beleidspersies, heb ik de indruk, als ik u zo hoor. U zegt dus, vriend, dat moet je zo niet doen, daar en daar en daarom. Waarom wordt er dan niet naar u geluisterd? Op het moment dat, als ik kijk naar die projecten, en het geldt niet alleen voor mij, want we zijn met een aantal mensen natuurlijk in mijn bedrijf die dat soort dingen doen. Maar als ik kijk naar de trajecten die ik zelf heb gedaan, dan wordt wel degelijk naar mij geluisterd. Het is namelijk soms als de feiten op tafel komen vrij eenvoudig om dat op dezelfde manier te waarderen. De vraag is hoe die feiten op tafel komen, wat de feiten zijn. En meestal zijn we het al eens. Oké. Maar het komt dus regelmatig voor in projecten die u aanpalend ook ziet, dat soort fouten gemaakt worden en er op basis van wat mevrouw Fokker net met u besprak, informatie van grote namen die er dan naar kijken, blind wordt afgegaan op wat die dan adviseren. En dat er naar types zoals u op dat moment dan kennelijk niet geluisterd wordt. Kijk, ik zit hier niet generiek, hè, dus nee, blind altijd, de overheid, hè, dat zijn niet mijn kreten. Ja, maar het komt voor. Het komt voor. U ziet dat. Het komt voor en ik zie dat, ja. En dan kan je toch de conclusie trekken dat minst genomen op een aantal gevallen de overheid, met excuus voor het generalisme, geen goede tegenspraak organiseert en dat niet voor elkaar heeft. Maar dat is ook zo. Maar dat is voor ons een belangrijke constatering. Ja. Maar dan bijvoorbeeld zoiets als dat Gateway Review, dat werkt dan onvoldoende in zoiets? Weet ik niet. Ik ken de Gateway Review alleen maar van horen zeggen en van veraf. U heeft daar nooit bij uw projecten mee te maken gehad? Nee. Dan stel ik u daar geen vragen meer over. Meneer Van Benen. Nou, nog even over die grote namen. Acht u het mogelijk dat het ministerie, zeg ik nu maar eventjes, die grote namen inschakelt omdat dat veel makkelijker is om de Kamer mee te overtuigen? Ja, dat zou de ministeries moeten vragen. Dat, ja, maar acht u het mogelijk? Dat acht ik zeker mogelijk. Ja. Heeft u er ook aanwijzingen voor dat zo is? Dat bewust gekozen wordt voor zo'n grote naam van dan hebben we minder last van de Kamer? Ja, daar heb ik ook wel een ervaring, een concreet geval bij, ja. Ik heb een keer meegemaakt dat wij in zo'n project de productiviteit moesten aantonen. En dat hebben we gedaan. En die zat behoorlijk hoog. En dat hebben we gedaan met een bureau die veel ervaring heeft als het gaat over productiviteit. Hè. Wat ik daar straks schetste met die 8,5 maand en 5,5 maand hebben we er toen ook bij gebruikt. Maar om dat wat hoger de boom in te krijgen, te overtuigen, moest dat nogmaals een keer door een andere partij worden bevestigd. Nou, dat was alweer een verhaal apart, want die partij heeft natuurlijk weer zijn eigen aanpak.
Maar uiteindelijk is dat wel bevestigd. Ja. Het was zo'n grote naam, die ja. andere partij. Ja, klopt. En het argument daarvoor, hoor ik u zeggen, dat was dat werkt overtuigender naar ja. de Kamer. Ja. Oké, okay, dank u wel. Ja, ik kijk even rond. U de belt. Wij respecteren allemaal uw geheimhouding, maar nu was iedereen die wij horen doet meer of minder een beroep op die bepalingen. Het staat zelfs in de algemene voorwaarden van de overheid bij aanbesteding van ICT-projecten, geheimhouding, boete 50.000 als je overtreedt. Zou de ontwikkeling van de kennis binnen de overheid en binnen de ICT-sector geholpen zijn als wij die geheimhouding wat meer beperken, zodat we wat meer spullen hebben om van te leren? Wat is uw visie daarop? Ja, dat zou natuurlijk zeker helpen. Maar als u die geheimhoudingsclausules niet had getekend, dan zat u ook hier niet met een ander verhaal, maar wel met voorbeelden. Nou, kijk, dat speelt natuurlijk wel, los van de non-disclosure, als ondernemer speelt natuurlijk een commercieel belang. En de vraag is hoe je daarmee omgaat en dit soort discussies. En daar kun je met de opdrachtgever prima over hebben, waarbij je zegt, nou, ik ga naar een hoorzitting, wat kan ik wel en wat kan ik niet zeggen? Dat is prima. Daar zit natuurlijk altijd een bepaalde gereserveerdheid in. Misschien zou het beter zijn als u de non-disclosure tekent en de zaak abstract naar boven brengt en het, laten we zeggen, de rest wat meer binnenskamers blijft. Zou ook kunnen. Wat ik mij net afvroeg, dat is eigenlijk voordat ik naar de laatste vraag wil overgaan. Ik besprak met u eigenlijk verschillende onderzoeken en rapporten. En het leek erop, in mijn beleving, dat u daar ergens een beetje liet doorklinken van ja, maar misschien worden er ook wel eens conclusies getrokken, wat misschien helemaal niet de juiste conclusies zijn om te trekken over hoe ICT-projecten bij de overheid nou verlopen. Als u nou echt naar ons onderzoek kijkt, waarvan denkt u dan echt van nou, dat moeten jullie als commissie echt meenemen in jullie rapport? Dat is echt belangrijk en dat wil ik niet, ja, dat wil ik vandaag toch opgemerkt hebben. Wat ik er straks al zei, ik denk dat het heel belangrijk is dat er wordt gekeken naar de topspelers en mensen die ervaring hebben om dit soort projecten te trekken. Dat geldt niet alleen maar voor de projectmanager, dat geldt ook voor mensen als architecten, sommige technische specialisten, maar zeker ook de opdrachtgever. Als die laatste even mag toelichten, de opdrachtgever, ik heb meegemaakt dat er voor echt vele miljoenen euro's mensen als opdrachtgever zijn aangesteld. Doen dat een keer, hell of a job, maar doen dat één keer en je zou eigenlijk verwachten als ze daarna zeg maar wat ervaring hebben opgedaan, dat ze daarmee doorgaan naar het volgende programma. Maar de ervaring leert dat het over het algemeen maar eenmalige exercities zijn. Dus opdrachtgeverschap is absoluut een heel belangrijke om die ook wat verder te ontwikkelen. De stoppers op verschillende rollen. Ik vind ook dat als het gaat over projecten, spreken project, de overheid. Wat mij betreft mag dat dan wel wat specifieker. Maar dan zit er ook een soort kramp bij dat er niks fout mag gaan. De vraag is hoeveel projecten mogen er fout gaan? Wat mag eigenlijk fout gaan? En er zit een soort krampachtigheid in, vind ik, waarbij ik als projectmanager bijna geen ruimte meer krijg om de dingen te doen die zouden moeten gebeuren. Wij merken dat de projectmanager is verantwoordelijk. Nou, de vraag is altijd natuurlijk, wat is nou verantwoordelijk? Wat is nou je mandaat, je bevoegdheid en niet verantwoordelijkheid? Op het moment dat er iets aan de hand is en de rapportages worden aangetrokken, er komen meer audits, de regelgeving wordt nog strakker, dan wordt het keurslijf alleen maar strakker, maar het wordt niet beter. Dus de vraag is welke ruimte krijgt een projectmanager om samen met een opdrachtgever dingen te doen. Dus dat is er ook eentje die ik graag mee zou willen geven. Het risicomanagement zet dat gewoon vooraan. Zeker bij grote trajecten gaat het niet over tijd en geld, het gaat sturen op onzekerheid. En stop met begrotingen die bijna op de euro nauwkeurig zijn, terwijl we nog niet eens weten wat we aan het bouwen zijn. Dus ga veel meer gefaseerd te werk en werk met fasen en een raming met plus of min. Hè, wat bijna nooit geaccepteerd wordt, want we vinden het heel lastig om te gaan met iets wat 100 miljoen plus of min 50% kost, om maar eens wat te noemen. Maar vaak is dat wel de realiteit aan het begin. Dus dat is er ook eentje die ik mee wil geven. Want, even voor mijn goed begrip, als je dus hebt 100 miljoen plus 15 of min 15. Ik zei 50. 50. Ik zei 50.
heel goed. Maar dan wordt het maximaal 150. Terwijl als je 102 begroot en er komt 6 jaar meer werk overheen, dan zit je op 620 miljoen. En ervaring leert, en ja klopt, en ervaring leert dat bijna iedereen altijd in het begin veel te positief raamt. We kennen alleen maar de goedpaden en we zijn niet bezig met risico's. Dus dat betekent dat op het moment dat het fout gaat, we dan weer een foutpad aan bedenken zijn, of sorry, een goed pad aan bedenken zijn, en dan kost het weer extra geld. Terwijl al die risico's en zorgen kun je ook van tevoren voor veel scherper met elkaar zijn naar risicobudget in calculeren. In plaats van te positief. Ik onderbrak u, gaat u verder? U had nog een paar suggesties. Ja, de governance structuur, dat vind ik ook een hele belangrijke. Dat betekent dus dat als er een project wordt opgetuigd, maak er dan ook echt een project van. En hang hem dus ook zo in de organisatie. En stop met het doorgeven van dingen die bij elkaar horen. Dus we zien heel vaak dat er ontwerpen worden gemaakt en dan gaat een ontwerp met een opdracht naar de volgende, terwijl feitelijk je de mensen erbij wil hebben als schuivende panelen, als kennisoverdracht, onder aansturing van het project. Maar niet van afdeling naar afdeling, maar gewoon werkelijk een project van maken. Scheelt enorm. Dat waren de suggesties die u eigenlijk ons nog mee wilde geven. Is er daarnaast ook nog iets, want dit was natuurlijk een vraag die ik aan u stelde. Is er ook nog een onderwerp waarvan u zegt, hè, we hebben nu het al een en ander besproken, waarvan u zegt, nou, dat wilde ik vanmiddag nog wel echt aan de commissie meegeven. Een ander punt wat ik ook wel mee wil geven is dat ik merk dat als het gaat over de systemen die gebouwd worden bij de overheid, dat er vaak een optelsom is van vele wensen en uitzonderingen. Het is veel beter om klein te beginnen en dingen erbij te pakken dan eerst allemaal alles te verzamelen wat we met z'n allen willen. En dan nog met de uitzonderingen en soms ook nog in de compromissen ten aanzien van het wet, dan wordt het al bijna een gedrocht bij aanvang. Dus het helpt gewoon om veel kleiner te beginnen en vervolgens te gaan opschalen in plaats van dat we de complexiteit verhogen met uitzonderingen en dat soort dingen. Wat ik ook vind is dat... Dat zou dus vereisen, eigenlijk een paar dingen, dat Kamerleden zelf... gehoord, dat ze op de hoogte zouden moeten zijn van wat een uitzondering die ze wensen aan te brengen, om welke reden dan ook. Maar wat die voor ICT betekenis heeft, wat dat betekent, dat het dus duurder, ingewikkelder, later enzovoort komt, dat zouden ze moeten weten. En degene die ze dat zou moeten vertellen is, tenminste zo heeft het geregeld in dit huis, is de minister of de staatssecretaris, maar die moet het dan ook weten en die moet het horen vanuit zijn eigen apparaat. Klopt. En zijn eigen apparaat moet dan zodanig georganiseerd zijn dat ze het hem ook daadwerkelijk vertellen en dat ze vertellen, ga nou niet mooie verhalen vertellen in de Kamer, want je krijgt later het lid op de neus, toch? Ja, klopt. Eens? Sorry voor de lange vraag, maar het antwoord is helder. Het is makkelijk. Dat was een van uw suggesties. De laatste die ik er nog bij wil geven is dat stoppen. We zeggen wel als de overheid niet innovatief is, hè, maar stop inderdaad met continu grijpen naar nieuwe dingen die dan weer de oplossing lijken te zijn. Zo hoor ik dingen als Scrum, Agile, niks mis mee, maar niet voor het totaal. Soms... Is dat u nog even moet uitleggen wat het betekent. Scrum is een bepaalde manier van systeemontwikkeling waarbij het principe is dat de opdrachtgever samen met een aantal ontwikkelaars heel kort cyclisch software direct naar productie brengt en dat software die dan ook de meeste bijdrage levert aan de business. Grote systemen bouwen niet zo met Scrum. Dat is één. Twee is, wij zien ook vaak nieuwe technologie in projecten. En het is dan ook vaak een optelsom van het toenemend aantal risico's. En we doen net of het allemaal ineens werkt. Dus de innovativiteit en het aantal risico's op basis van nieuwe keuzes, nieuwe technologie, minimaliseren. Bent u daarmee gekomen aan uw suggesties aan ons? Dan kijk ik nog één keer rond. En dan stel ik vast dat wij precies binnen de tijd ons gesprek hebben afgerond. Ik mag u zeer danken voor uw aanwezigheid. Wij vervolgen om 5:00 met het vijfde en laatste gesprek van vandaag. Ik schors de vergadering.